Hallo, hallo. Mijn naam is dus Michael Niekluis en ik heb een vraag. Mensen mogen gerust mij meehelpen met mijn vraag. En ik ben dus een nieuw boek aan het schrijven. En ik ben een boek aan het schrijven meer over alcohol, over verslaving. En aangezien dat er veel mensen dingen doen over alcohol en verslaving, wat ik super positief vind, wil ik daar ook een keer mijn bijdrage toe leveren. En ik heb eigenlijk gemerkt dat veel mensen alleen een verslaving loslaten of eraan werken. En dat dat vanuit de strenge energie is van ik moest stoppen, ik moet dit. Dus meer vanuit een wilskracht. En ik wil eigenlijk een boek schrijven dat meer vanuit een wijsheid is. Van dat je eens dat je verslaving begrijpt, dat je het daarom ook makkelijker kunt loslaten. En ik wil dat echt doen. Maar ik ben een beetje aan het zoeken op een goede titel. En belangrijk is in die titel, is dat mensen beseffen dat je kunt stoppen met drinken op wijsheid, dus door inzicht te krijgen in jezelf. En dat je dat niet per se moet doen vanuit een bewijs of vanuit je ego of vanuit van tjaka, ik moet nu stoppen. Dus ik had gedacht aan een titel als Verslavingsvrij door middel van inzicht. En dan daaronder, en niet zozeer op wilskracht of zoiets in die naart. Dus als je een goed idee hebt, shoot. En als uw titel door tijd geldt, alle credits to you dan. Laat maar weten.